Hallo allemaal, dit is GST met de allereerste track review van Mario Kart Double Dash. We review vandaag Luigi's Circuit uit de Mushroom Cup. Een van mijn meest nostalgische tracks, parcours circuit of hoe je het ook wil noemen. Maar wat maakt Luigi's Circuit zo uniek? We beginnen met de Chain Jump, een gloednieuwe toevoeging aan de Mario Kart serie. Je probeert als racer een zo snel mogelijk tijd neer te zetten. En dat is natuurlijk alleen mogelijk als je korte bochten neemt of slim gebruik maakt van shortcuts. Dit is er net hetgeen waar de Chain Jump op inspeelt. Hoe dicht die bij hem komt, hoe gevaarlijker die wordt. Gelukkig is het alleen het geval als hij in het vizier heeft. De tweede aspect en tevens easter egg is het huis van Luigi. Je kan hem zien op de achtergrond bij de eerste bocht. Leuk voor de fans die Die Hard Luigi's Mansion op de GameCube hebben gespeeld. Als je bij Luigi's Mansion tijdens je avontuur geld verzameld had, werd je op het einde beloond met een huis. Hoe meer geld je had verzameld, hoe groter je huis werd. Het huis, of eigenlijk de villa van Luigi, die te vinden is op zijn circuit, is de hoogste beloning die je in het spel kan krijgen. En als laatste natuurlijk de track over het algemeen. Door de vele bochten en boostpanelen is het heerlijk om erop te driften. De chaos is gelukkig ook beperkt en is meestal alleen te vinden in het middenstuk waarbij tegenliggers elkaar kunnen gaan hinderen. Daarnaast zijn er weinig zijpaden die er genomen hoeven te worden, waardoor je de weg in ieder geval niet snel kwijtraakt. Kortom, Luigi's Circuit is lekker basic en leest uitstekend uit voor de eerste track uit het spel. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Yo!